Yo, hoe het lukt, is een gelukkige video van. Hey, dit is helemaal geen Warzone of Fortnite of welk game dan ook. Nee, ik hoop dat hij ook gewoon goed opneemt. Want ja, dit is toch wel wat anders dan Among Us. Misschien net hier, ja, hoe normaal. Want ik ga namelijk. Ik heb het eerder wel eens ooit gedaan, ik weet niet meer wanneer. Precies, maar. Ik heb trouwens ook geen headset op. Nee, want dat heb ik hier ook helemaal niet bij nodig. Nee, want ik ga namelijk geocaster doen. Ja, wat is dat? Wat is het precies? Ja, het is nog een heel populair spel weer. Een beetje aan het worden, het is weer best populair aan het worden. En wat dus inhoudt, je moet dus raden op welke plek je bent. En je hebt dus verschillen. Je hebt de wereld, je hebt famous plekken, of je hebt beroemde plekken. Ja, je hebt Amerika, je hebt de United, ja, Europese Unie. Je hebt echt van alles. Je hebt echt van alles. Ik heb trouwens ook een beetje zo schuin zitten. Je hebt ook, ja, je hebt Engeland, de United Kingdom of Verenigd Koninkrijk, hoe je ook zegt. Spanje, Frankrijk, Canada. Ja, je hebt gewoon van alles. Laat ik het zo zeggen, je hebt van alles hierin. Je hebt er veel meer dan dit allemaal. Je hebt echt gewoon zoveel verschillende. Dus het is eigenlijk gewoon best wel leuk. En ik dacht, hey, het is misschien wel eens leuk voor een video. En dan misschien die beroemde plekken. Die lijkt mij zelf ook beter, dat ik die ook beter ken. Dus dat ga ik gewoon doen. Ik ga op die famous places klikken. En dan, ja, single player. Loading location. Ja, dit is natuurlijk heel makkelijk, denk ik. Als ik het zo zie. Als ik die auto's bekijk, wil ik zeggen New York. En dat is het ook, want ik zie hier een heel populair gebouw, jongens. Ja. Ik zie hier een heel populair gebouw. Soms is het gewoon je eerste ding af, denk ik, goed, alleen ja, waar in New York is dit? Ik kan misschien meneer Enzo's vlog kijken, want die is in New York. Alleen ja, waar? Kijk, nu zit ik weer naar goed aan. Dus dan ga ik even zo. En waar zal dat zijn? Laat weten als jullie. Laat trouwens weten zeggen waar jullie denken dat het is. Waar als dat ik goed zat of als het jij zou nog een beetje naar daar. Ik weet het al niet. Is het niet bij Kelten? Wacht. Fotootjes staan erop. Foto's staan erop, dus ja. Niet daar. Dat weet ik denk 100%. Ik denk meer. Ja, ik heb toch hier zijn bij Clilton dan, denk ik. Maar ja, ik weet gewoon niet hoe New York uitziet, joh. Ik wil er echt gewoon een keer heen, jongens. Dat lijkt me echt wel leuk om daar gewoon heen te gaan. En dan vooral ook ja, die Empire State Building te zien. Wat je daar op de achtergrond ziet, want zo heet dat ding. Dat is een van die beroemde gebouwen van New York of zo. Oké, dit is ook best redelijk goed. Alleen ja, ik had dat niet gedacht. Zo, hier was het dus. Terwijl mijn
Ja, mijn raadpunt, terwijl mijn punt waar ik heb neergezet was 20 kilometer van de correcte locatie. We gaan naar de volgende ronde. Round 2, wel ronde 2. Oké. Okay. Hele grote arena. Blauwe lucht. Is dit niet Sevilla of zo? Zijn er voor beelden daarop? Misschien staat er een tekst op. Jammer van die zon. Roman versus. Ik denk Italië. Als ik dat zo zie. Kijk, dit is voor mij zo'n arena. Of niet, Griekenland, denk ik. Griekenland. Wat zou jij hier doen, jongens? Griekenland of Italië? Terwijl, ja, met die zuilen. Trouwens, met die zuilen vind ik het echt meer voor Griekenland. Maar het kan natuurlijk ook Italië zijn, Romeinen en dat allemaal. Dat kan het ook zijn. Waarom? Je kan je het niet meer verzetten bij dit. Dat is zo jammer. Eerder kon je trouwens, jongens, nog doen dat je even een beetje naar daar ging. Maar dat kan dus niet meer. En hier kun je ook. Of is het dan niet Frankrijk? Nee. In ieder geval, ik zie dit niet aan als Frankrijk. Ik denk Italië. Alleen waar in Italië? Dat is weer een vraag. Het is weer een vraag. Waar is het dan weer in die plek? Ik denk Rome. Napels. Nee. Daar was eerder nog niks. Dat was echt hier in. En in Rome. In Rome heb je ook echt allemaal die grote gebouwen en alles. Of is het niet op Elba? Ja, want Elba ligt helemaal hier, moet je mee. Waar ligt nou Elba? Nee, maar dat kan niet dat het op Elba is. Of ergens anders. Of op een van die. Of is het niet dat gebouw van die paus? Wat ik wel op tv heb gezien. Nee. Nee, ik wil het soms niet, want dat is die ronde arena. Terwijl, even, dit is het Colosseum, voor degenen wat dat niet weten. Ja, dan ga ik toch zeggen daar. Nee, daar is dingen bij. Dan ga ik toch zeggen daar. Oeh, oké, dit is dan toch wel een beetje verder. Maar was het wel aan Rome? Het was wel aan Rome. Kijk, maar dit is dus jammer. Je kan, kijk, ja, je moet gokken hoe het heet. Oké, mijn guess was 3,8 kilometer van de correcte locatie. En dat is minder goed dan de vorige, maar ja. Die vorige was in New York, ja. Dat weet iedereen wel. Oké, ja, ik denk. Ik denk. Jongens, ja. Ik denk dat dit Venetië is. Venetië. Hoezo? Oh, je kan wel nog. Als ik dat hier kijk met al die boten en hoe dat die boten eruit zien.
Ja, hoe dat ze eruit zien met die. Of waar? Maar ik denk Venetië. Want ook mooie blauwe lucht weer. Riva da Pisaio. Ja, oké. Als het Italiaans is. Sorry als er mensen zijn die half Italiaans zijn. Sorry. Sorry daarvoor dat ik het anders uitspreek. Ik kan nog geen Italiaans accent nadoen. Oké. Maar als ik dat zo zie, dan is het wel Italië, dus dan moet het Venetië zijn. Of als ik dat zo zie, dan moet dat Venetië zijn. Venetië. En als ik dat hier zie, of is met dit gebouw komt mij bekend voor uit Venetië. Trouwens, als dit Venetië is, het lijkt me wel eens mooi om daarheen te gaan. Echt. En dan hoe echt de flora en alles te doen. Maar ja, we weten niet hoe het zit met corona, met al die mensen wat niet doen. Toch komt het weer allemaal, die hele lockdown, 3 weken hebben en alles. Ja, en waarom is mijn lichtstrip even? Waarom is mijn lichtstrip zo? Ja, zo fel van kleur. Want dit moet trouwens, jongens, eigenlijk oranje zijn. Dit moet oranje zijn. Maar ja, die is heel wit, heel vreemd. Dus ja, die pakt hem niet of zo. Ja, misschien kan ik hem. Dan, misschien kan ik dat doen. Dan past hij hem aan. Maar ja, dat moet dus oranje zijn. Puur omdat gisteren Nederland won van Noorwegen. Daarom dacht ik, dat is misschien wel leuk voor even iets leuks doen. Even oranje. Maar dit is denk ik het Venetië. Denk ik. Of het Venetië. Gewoon het Venetië. Gewoon het echte. Het originele. Venetië. Want ze zeggen ook het Venetië van Nederland. Dus voor mij is het titel. Maar ik heb daar eigenlijk op gokken. Dit is Venetië. Dat zie je gewoon gelijk. Waar ligt Venetië? Daar. Kijk dan hier. Alleen waar? Ik sta op water. Ik had net een kerk gezien, maar hier staan nog twee. Maar ik ben niet hier meer bij open water, dus dat moet dan hier zijn. Dat was aan de andere kant van de kerk. Dan moet ik vast hier ergens zijn, net als hier of zo. Of hier begonnen. Oké, dit is wel goed. Holy shit, jongens. Kijk eens hier. 1,8 kilometer van de correcte locatie. Terwijl van de officiële locatie. Kijk dan. Oké, het was hier. In een weggetje hier. Maar kijk dan hier. Venetië hier. Kijk hier. Dat lijkt me gewoon echt gewoon eens leuk om daarheen te gaan. Ik zou er eigenlijk heen willen. Laat trouwens ook even. Oké. Dit weet ik. Maar laat ook even weten waar jij graag heen wilt gaan. Laat het gewoon even weten. Wat vind jij een mooie plek waar jij ooit heen wilt gaan? Maar niet zozeer als je geld hebt, maar wat is nou eigenlijk je droomplek? Ja, ik denk dat ik wel weet van iedereen. Ik denk dat dat is. Voor mij is dat mijn droomplek. Is gewoon eigenlijk overal. Maar echt de droomplek waar ik echt graag heen wil is de Malediven. Ja. Voor degene, ik leg het even kort uit wat het is. Voor degene wat het is. Het zijn dus een eilandengroep. Hoort bij Indië, volgens mij. Mij hoort het daarbij. En is zo mooi. Ja, ik kan het gewoon opzoeken. Ik zou zeggen, zoek het op. Dan kun je zien waarom ik dat zeg. Dat is even mijn droomplek. Maar ja, het is hartstikke duur. En dan moet je ook echt wel. En dit weet ik. Denk ik.
dat zo vies? Want als ik zo die bruggen zie, dan ken ik dit, maar niet eromheen. Oh ja, ik wilde eerst zeggen dingen, Australië, Sydney, maar nee. Toen ik die brug zag, maar ja, dat is het niet, want dit is San Francisco, volgens mij. Volgens mij is het San Francisco. Als ik wil kijken op de auto's, dan zie ik een kentekenplaat. Ze zitten gewoon aan de normale kant, dus het is niet Sydney. Dat is echt Nee, waar is San Francisco? San Francisco! Where are you? Ik denk dat het deze brug hier is. Hier gaat een brug. Dan denk je hier. A few moments later. What the fuck? Waar is dat? Waar de fuck is dat? Panama? Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat daar ook zo'n brug is. Dat echt weer Panama. Panama City. Panama. Nee. Oh, ik heb echt punten verziekt gewoon. Kijk hier hoe mijn guess was dan. En ik zei nog zo enthousiast. San Francisco. Dan moet het San Francisco zijn. Of dat in ieder geval zijn. Oh. Zo, maar het is Panama. Was het zo? Of. Oké, dit past er nu echt precies bij. Of toch niet. Of toch niet San Francisco of. Sydney. Maar ja, Sydney had ik al gezien. Ik was ook eigenlijk best dom. Waarom ik op San Francisco ging klikken? Want ik was toch aan het twijfelen in mijn hoofd. Is niet iets anders. Omdat. Hoezo? Het zag er niet zo mooi uit in San Francisco. In ieder geval, ja. Amerika is veel beter. Dat was meer bomen en bos. Als je daar zag. In de laatste ronde. Dit is een of ander gek gebouw. Ik denk in Griekenland, denk ik. Denk ik. We zitten ook weer in Italië. Of is dit ook weer Italië? Ik ben een beetje veel toerist. Want ja. Oh, dit is Sevilla. Daardoor krijg ik nog wel een keer heen wel, want Sevilla. Nou, ik denk weer Italië, denk ik. Was het? Dos General Life. Wat? Welke taal is dat? Dat is geen Grieks in ieder geval. Ik denk dus. Dit Engeland? Nee. Ziet er veel te mooi uit voor Engeland. Dat kan niet. Dat is Italië. Ik weet 100% Italië. Of. Of Kroatië. Nee. Dat ziet er echt. Ik vind dat echt. Weer Rome of zo. Rome denk ik weer. Rome jongens. Wat zou jullie hier doen? Oh, echt. Want dat kan niet, want ik vind echt met die gebouwen vind ik echt weer Rome. Of Montenegro. Nee, want die staat. Kijk, dat kan denk ik ook niet, want
Die hele taal is helemaal anders in Montenegro. Hun officiële schrijfschrift, dat ding, is helemaal anders. Terwijl, het is allemaal lekker heftig net als Servisch en... Dus ik denk het niet, maar ik wil toch zeggen Montenegro of zo. Of Bosnië dan, Bosnië. Ik denk toch Kroatië. Kroatië. Ze. Dan denk ik hier. Oh shit, here we go again. Nee, ik ben zo fucking dom. Waarom? Oké, waar in Spanje is het? Granda. Oké, wat de fuck doe ik nou weer? Oké, en mijn muis begeeft het. Wat voor stel is een Granda? Puur op de letters ook echt. Waarom? Waarom? Waarom denk ik dan laat? Waarom ga ik dan toch twijfelen? En ik ben voor serieus in Spaans staan leren. The fuck? Echt, what the fuck? Doe ik het alweer? Echt. Oké, waarom? Waarom? Kijk, zie je hier een mooi New York, Venetië, Rome. Die eerste drie gingen allemaal wel lekker, maar ik ging hier, die van San Francisco met die brug ging te missen. En dat deed ik hier precies hetzelfde. Maar ja, ik weet niet, maar ik was echt aan het twijfelen daar erg aan die kant. Ik dacht echt, dat was geen... Spaanse taal. Dus echt. Dat vind ik wel echt zo jammer. Dat ik net die laatste niet goed had. Ik zei nog. Is het niet eigenlijk Spanje of zo? Of, nee, ik zei, is het niet Sevilla? En dat was wel gewoon echt in Spanje. Echt. Ik had die goed kunnen weten. Ik had die ook even goed kunnen hebben. Dan had ik alleen die ene fout wat je daar zo ziet. Wat je zo ziet daar. Dus ja, maar ik ga hier dus de video afsluiten. Ik hoop jullie genoten hebben van de video. Ik in ieder geval wel. En druk zeker op een blauw duimpje omhoog. Zodat ik zie dat jullie deze video leuk vinden. Dat ik raad waar ik ben op de wereld. Zo, en vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En daarnaast op dat belletje klikken daar zo'n nick op staat. Zodat je geen video's meer hoeft te missen. En dan... Zeg ik zoals altijd. Adios.